Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Ja. Dat kan. En in dat café hebben ze dan ook wifi, dus daar kunnen we dan ook met internet gaan zitten. Hendrik lost op. Ja? Wat klopt hier niet? Oké. Doen we dat. Lees de handleiding van een mobiele telefoon, liefst voordat je hem koopt. Bij een iPhone bijvoorbeeld staat in de handleiding dat je dat ding minstens een halve inch van je lichaam af moet houden. Dat is meer dan een centimeter. En waarom zou dat zijn? En waarom is het zo dat bij jonge mannen erg veel botafwijkingen worden gevonden op deze plek? En waarom is het zo dat in Salzburg, Oostenrijk, dat daar een 20.000 keer lagere norm voor mobiele straling van UMTS-masten bestaat dan hier in Nederland, waar de allerhoogste norm ter wereld bestaat met 20 miljoen microwatt per vierkante meter. Dat is omdat straling gevaarlijk is. Laptop op schoot, sperma dood. De straling van wifi, draadloos internet, is dezelfde straling als van een magnetron, maar dan gepulseerd. En dan denk je van, nou, dat is dan niet zoveel straling als van een magnetron, dus dat is dan goed. Maar juist dat gepulseerde is extra schadelijk voor het menselijk lichaam. Wifi, de deur uit. Vandaar dat hier in Huize Smit eigenlijk internet overal via de draad loopt. Kijk, zo heel dichtbij zo'n dimmer een boek gaan lezen, dat vermindert nou niet bepaald je kans op hersenkanker. Dus doe dat niet. Net zo min gezond zijn al die adapters die we overal bij krijgen, of die in apparaten zijn ingebouwd. Ook bronnen van straling. En zo ook de vermaledijde spaarlamp, waar we met z'n allen aan gezet zijn. Probeer die dingen zoveel mogelijk uit de buurt van je lichaam te houden. En? Had je ze goed? Een paar jaar terug liet de overheid, de Nederlandse overheid, een betrekkelijk eenvoudig onderzoek helemaal in Zwitserland verrichten. Daarbij werd het lichaam van de gemiddelde Nederlander vertegenwoordigd door een zakje zout water. Dat werd blootgesteld aan UMTS-straling en daarbij werd gekeken hoe ver het zakje opwarmde. Er was niet zoveel. Nou, dus was UMTS was veilig. Maar we zijn natuurlijk veel meer dan warm-koud wezens. We zijn elektrochemische wezens. Denk maar aan de elektriciteit die door onze zenuwen en hersenen gaat. Dat is een beetje scheikunde en een beetje elektronica. Andere overheden nemen het veel serieuzer. Neem bijvoorbeeld die in Salzburg, die hele lage norm daar. Of de Franse overheid die draadloze technologie verbiedt in Franse scholen. Ook de Raad van Europa kwam met eenzelfde advies, waarin ze zelfs draadloze technologie vergelijken met loodhoudende benzine, tabaksrook en asbest. Drie invloeden die destijds ook niet serieus genomen werden. De wetenschap rond de gezondheidseffecten van draadloze technologie wordt grotendeels beheerst door de industrie zelf en de militaire industrie daarachter. Maar ondertussen verzekeraars die weigeren om de gezondheidsrisico's van een zendmast te verzekeren voor telecomproviders. Ja, die zijn ook niet achterlijk. Dus er is wel degelijk wat aan de hand. Je kunt als simpele burger nog een hoop doen om de invloed van straling te beperken. Om te beginnen, voor een goede nachtrust, veeg alles van je nachtkastje af. Niet alleen de mobiele telefoon en de huistelefoon die draadloos is, maar misschien zelfs ook de wekkerradio waarin ook een kleine adapter weer zit. Kijk gewoon hoe het werkt. De telefoon in huis
kun je gewoon met een draadje laten werken. Ze hebben ze nog. En anders, als je toch een beetje verder wil komen, neem je een haspel. Als laatste alternatief is er ook nog een dektelefoon die alleen straalt wanneer je hem echt gebruikt. Dat is ook al een stuk beter. En heb je een mobieltje, zet dat ding dan op de luidsprekerstand, omdat je daarmee een grotere afstand ten opzichte van je hoofd creëert. En zoals gezegd, draag dat ding niet in een zak op je lichaam. Zo'n iPhone, je hebt minstens 1,5 centimeter nodig. Ik heb de links weer beneden gezet. Dat vind je daar ook te lezen. Verder, wifi en LAN en draadloze netwerken. Stop ermee. Ga internet weer gewoon voeren over netwerkkabels. Misschien ken je ze nog. Het is een stuk gezonder. En heb je een baby en hoor je die baby de hele nacht door de babyfoon huilen, misschien ligt het dan wel aan die draadloze babyfoon. Dus geef dat ding ook een zwengel en stort hem in de kliko. Of bij de recyclingafdeling. Tot slot, de dimmers en de adapters. Blijf daarbij uit de buurt. En zorg dat je ze zo min mogelijk aan hebt als het even kan. En de spaarlampen, ja, daar heb ik op dit moment even geen oplossing voor, omdat ze de gloeilamp hebben verboden. Dat was een stuk gezonder. Maar ja, in ieder geval wat. Dus voer het door en daarmee verminder je in ieder geval weer je kans op kanker. Zet hem op.